In de Tour de France heeft Johan Museeuw de gele trui overgenomen van Sean Yates uit Engeland. De Belg is weer eerst in het algemeen klassement omdat hij een paar tussensprints won. In de etappe van vandaag naar Futuroscoop werd de Slovaak Jan Svoroda eerste na een massaspurt. Nederland maakt zich op voor het WK kwartfinale duel tegen Brazilië. Vanavond 21:30 onze tijd. Dick Advocaat kan over alle 21 spelers beschikken. De blessures van Mark Overmars en Peter van Vossen zijn over. Het weer in Dallas kan van invloed zijn op de wedstrijd. Volgens Meteoconsult is het in de Amerikaanse stad 34 graden in de schaduw en is er kans op een regen- of onweersbui. En rond deze tijd begint in Boston een andere kwartfinale wedstrijd, Italië-Spanje. Het weer. Het is de komende dagen droog, alleen in het noordoosten kan vanavond nog een bui ontstaan. Morgen flinke periode met zon, maar in het zuidoosten eerst nog wolkenvelden. Er is weinig wind en met 21 tot 27 graden wordt het een stuk warmer. Maandag zet de zomer helemaal door, het is dan vrij zonnig en de temperatuur stijgt naar 24 tot 29 graden. Dat was het nieuws. 7 dagen per week, van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. De beste gouden ouwe uit de leukste jaren. De jukebox van 6 tot 7. Een beetje een bevertje in mijn stem hoor, dan moeten we dat niet kwalijk nemen. Maar benadruk nu toch het grote moment dat de wedstrijd Brazilië tegen Nederland gespeeld gaat worden om de wereldkampioenschappen. En vindt u het gek dat je dan als Nederlander, dat zult u zelf toch ook wel ondervinden, met angst en beven die wedstrijd tegemoet ziet? Niet alleen met angst en beven, maar toch ook nog altijd de hoop in je hart van Brazilië mag dan een van de beste clubs van de wereld zijn, maar Nederland is toch ook niet mis. En het valt mij op, als de jongens met witte shirts voetballen, dit Nederland zelf, en een oranje broekie, dan verliezen ze of dan spelen ze gelijk. Maar hebben ze dan echt dat ouderwetse oranje shirt aan met die witte broek, dan winnen ze. Dat heb je van de week tegen Ierland, heeft u dat ook kunnen ondervinden. Laten we vooral vanavond duimen voor het Nederlands elftal, voor Dick Advocaat, voor iedereen die zich inzet voor de ploeg. Een goed resultaat tegen Brazilië blijft toch altijd nog een geweldig resultaat. En dat waren ze, Diana Ross en de Supremes. Heb ik van de week ook gedraaid, maar niet met het nummer wat u net hoorde, Stop in the Name of Love. Een verzoekje op deze, ja, historische dag, mag ik bijna wel zeggen. En dat is een verzoekje voor Sjaak Wampers in Amsterdam. Die woont op de Rozengracht 33 2 hoog. En wat is er nou met Sjaak aan de hand? Ik vind het wel leuk dat ze dat even bijschrijven. Die is 10 jaar vandaag magazijnbediende bij de Bijenkorf in Amsterdam. En daar zijn zijn collega's en zijn chef, dat is dan meneer De Bruin, die zijn zo vriendelijk geweest om voor Sjaak een plaat aan te vragen. En omdat hij erg gecharmeerd is van Gordon Lightfoot, want altijd en eeuwig zingt hij liedjes van Gordon. En dan juist nu hij vandaag dan 10 jaar magazijnbediende is bij ons, zou je iets van Gordon Lightfoot willen draaien? Nou, dat wil ik natuurlijk. En het wordt Sundown. Chuck Berry, dat is ook weer zo'n jongen met een heel apart soundje, een heel aparte stem. Maar het is wel een jongen die een natuurtalentje eigenlijk is en een geweldige musicaliteit beschikt daarover. Het nummer wat hij gaat zingen, ik hoop dat het goed is wat ik hier heb staan. Maybelline, kan dat? Of is dat uitgesproken ook goed? Ja, dankjewel. Hoort het. Het gaat steeds beter worden. Die draaien we en ik vind het leuk om dat te doen. Want Chuck Berry, ik zei het net wel, het is een talent. Hij heeft iets bijzonders. En ja, als je als artiest iets bijzonders hebt, en dat zie je aan de allergrootste van de wereld, dan schiet je er altijd uit. Want wat goed is, dat kun je niet wegdenken. En ik vind Chuck Berry erg goed. Prachtige, waar we naar geluisterd hebben. Ik hoop tenminste dat u het ook prachtig vindt. David McWilliams, dat was de man van Can I Get There by Candlelight. En dat, ik vind alleen de titel vind ik al mooi. En ik vind dat David McWilliams toch zeker een klasse apart is. Paul McCartney en The Wings, die staan ook op mijn programma. En dan moet ik even kijken, want ik dacht dat ik een verzoekje had, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Dus ik ga nog heel eventjes, u hoort wel het gekraak en gedaan. Nog eventjes u vertellen, en dat weet u zo langzamerhand,
dat Eurojazz eigenlijk een presentatie heeft van de gouden oude zender van 's ochtends 7 tot 's avonds 7. Dus Eurojazz, dat blijft gewoon wat het was. Wij zijn gewoon in de plaats gekomen om overdag een aantal uren van 's ochtends 7 tot 's avonds 7 de programma's van Eurojazz over te nemen met een totaal ander genre muziek. En dat lijkt ons in het belang van allebei de zes stations heel erg belangrijk. En de gouden oude zender, dat weet u ook wel, postbus 10 1400 AA in Bussum. En telefoon 06-300-477. Klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar dat is het toch echt niet. We gaan luisteren naar Paul McCartney en The Wings met My Love. Zo, dat hebben we dan ook weer gehad. En ja, Ria Valk, ik heb altijd vreselijk omdat mensen moeten lachen. Ze heeft iets, het is een leuke meid, het is een gezellige meid. Ze heeft geen dikke nek, zoals we dat in België noemen. Maar ze is charmant, ze is een beetje gek, is ze, maar wat hoort ze ook te zijn. En nou is er om Ria Valk gevraagd. En dat werd gedaan door de familie Derks in Maassluizen. En waarom hebben ze dat gedaan? Ze willen die plaats zo graag draaien voor de buren. Dat zijn dan de familie Winter. En die gaan morgen op vakantie naar Benidorm. Die gaan de warmte opzoeken. Nou, warmer dan het hier geweest is, kan het haast niet meer. En Benidorm, ik heb in Spanje gewoond jaren en jaren. Dat is nou een van de weinige plaatsen die mij persoonlijk helemaal niet aantrekt. Want het is een toeristenoord. Het is net of je in Antwerpen loopt als je daar in Benidorm zit. Maar goed, op iedere hoek van de straat heb je een hotdog tent en patat friets. En daar houden we het dan maar op. Maar in ieder geval, de familie die gaat daar naartoe. En dat is dan de familie De Winter, dat zei ik al. Het zijn fijne mensen, schrijft de familie Derks. En ze zijn altijd behulpzaam. Ze helpen onze moeder, mevrouw Derks in dit geval, omdat ze slechter been is, helpen ze altijd. En als er gewinkeld moet worden, boodschappen gedaan moeten worden, dan staan ze klaar. En vandaar dat ik het leuk vind om een plaatje voor ze te draaien en een fijne vakantie toe te wensen. Ria Valk, ik wil een cowboy als man. En dan is het nu weer eens tijd, en dat vind ik wel fijn, om een plaat te draaien van Nielsen. Ook weer zo'n jongen waarvan je zegt, als je die opzet op de radio hoort of wat dan ook, dan zeg je meteen, ja, dat is Nielsen, dat kan niet missen. Die hebben gewoon een persoonlijkheid, een personality die niet te verloochenen is. Everybody Talking, dat is het nummer waar we naar gaan luisteren op deze, ja, je hoort het wel aan mijn stem. We naderen nog meer en meer het moment van de aftrap. Ik ben zo bang. We gaan winnen. Daar ben ik helemaal van overtuigd, hoor. Nielsen en Everybody's Talking. Some hard. Om nooit meer te vergeten.
Tot zover onze programma's voor vandaag. Zo dadelijk, na 7 uur, onze collega's van Eurojazz. De Gouden Ouwe Zender is terug op deze frequentie morgenochtend om 7 uur. Namens het hele team nog een prettige avond gewenst. De Gouden Ouwe Zender. Radiovisie.be, Radiovisie.nl, Radiovisie.eu. Drie adressen. 1 enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be. Radiovisie.be.